Hartelijk welkom hier in Boekhandel Snoek. Zoals u weet wordt zo dadelijk het boek Voor Niemand Bang gepresenteerd aan de spelers die daar een belangrijk deel in hebben. Er zijn namelijk 11 markante Spartanen geïnterviewd en die hebben hun verhaal over Sparta, het rood-witte bloed, wat ze nog steeds hebben verteld. En dat kunt u straks allemaal lezen. Voordat ik het woord geven aan Anton Sulman, zou ik toch nog even iets willen zeggen over de relatie tussen Kolegem en Sparta. Die is al heel oud, tenminste, dat vind ik zelf. Het begon met de horlepiepen in de ridderzaal op het kasteel. En dat is al heel wat jaar geleden. Collega Jan Rietstra, toen schrijvend op Zamora, had het er altijd vaak over de gezelligheid in Sparta en de horlepiep die we daar uitvoerden. En ik heb er ook altijd van genoten, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb de sportjournalistiek verlaten om in 1991 bij de fusie tussen de twee Rotterdamse kranten verder te gaan als uitgever. En eerlijk zeggen dat Sparta in die afgelopen 21 jaar toch wel een belangrijke rol heeft gespeeld. Want wij hebben niet alleen bij het 10-jarig bestaan, maar ook bij het 11-jarig bestaan, bij het 112-jarig bestaan, hebben wij telkens in samenwerking met de Haveloos een Spartakrant gemaakt, die huis heeft gericht. En ook als boekenuitgever hebben wij nog niet zo erg lang geleden een boek uitgebracht. Dat heette. Ik zou hem eventjes stoppen. Van Pieter, van zullen wij later worden SPA-RTA. Maar dat laatste dat komt natuurlijk niet meer op de cover. En is het alleen maar zullen wij later worden. Het nieuwe boek, dat heet Voor Niemand Bang. En dat is ook uiteraard een strofe uit het tweede couplet van de Sparta-mars. En wij blijven dus een beetje muzikaal. En ik hoop dat u daar heel veel genoeg aan. Ik geef nu graag het woord aan Anton Slobben, die uit zichzelf bij ons is gekomen met de vraag of hij geen boek over Sparta kon doen. En ik moet eerlijk zeggen, wij hadden dat zelf al onderzocht en waren al bezig geweest om iets te maken. En dat was niet afgerond. En vandaar dat wij met Anton Armen hebben ontvangen en heel erg prettig met hem hebben samengewerkt om dit mooie exemplaar te maken. Graag het woord aan de Anton Slobben. Nou, hartstikke mooi. Het is sowieso fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. We hebben zware jaren achter de rug als Spartanen. In het stadion is het niet altijd zo druk als hier. Dus we moeten elke week maar een boek gaan schrijven, lijkt wel. Ik vind het echt heel leuk dat jullie zijn. Ik vind het ook heel leuk dat drie spelers van de 11 die in het boek voorkomen er zijn. Nol Heijerman, Pim Doesburg en Pieter Vries. Dat zijn echt jongens die voor niemand bang zijn, zoals de titel.
jongens die heel veel aan mij hebben verteld over Sparta, hoe mooi het vroeger was, hoe mooi het nu nog is, ondanks alles, en hoe mooi het in de toekomst weer zou kunnen worden, als alles mee zit. En wat wil het? Alles zit nu mee deze weken, dus een beetje duimen en we staan met, eindelijk weer met zilverwerk in ons handen. En dat hopen we allemaal, toch? Precies, ja, daar zijn we natuurlijk. Ik ben het boek met heel veel plezier geschreven en ik wil heel graag deze 3 exemplaren overhandigen aan de spelers die er zijn. Hoe zullen we dat doen, jongens? Heren, ik kom bij het boek. Dat had ik niet gepikt, hoor. Komt u de trap? Bedankt. Bedankt voor alles. Doel is ouder. We zijn er niet meer voor. Doel Heijerman is veel ouder. Ze zijn niet altijd even aardig. Maar toch mag ik ze wel. Echt een vriend, hè? En klopt het niet dat ik niet meer... Ja, nee hoor, ik ga van Nol een beetje. Dat is altijd hoor. Ja, precies. Het volgende exemplaar is voor de man op de cover, Nol Heijerman. Oh, de Beatle van Sparta. Door het beste Nederland. Ja, ik ben je buurman. Oké. Komt het goed met Sparta? Ja, dat komt 100% goed. Kijk, ik heb er wel vertrouwen in. Super. Verstand. Vertrouwen is goed. En de derde is voor Pim Doesburg. Een record aantal wedstrijden bij Sparta. Veel leesplezier allemaal, jongens. Zet de Sparta Mars maar aan. Ja. Alleen al het kasteel zelf, het gebouw, de schap zo ontzettend mooi. Ja, heel mooi.